Hallo, vandaag, je gelooft het of niet, maar vandaag is het Sint Jutmus. En je hoort wel eens het gezegde van, wanneer gaan jullie trouwen? Ja, met Sint Jutmus. Want eigenlijk betekent het nooit of niet Sint Jutmus, maar toch is er een speciale dag. En vroeger werd er gezegd, met Sint Jutmus als de kalveren op het ijs dansen. Met andere woorden, dat gebeurde nooit met Sint Jutemus, want in Sint Jutemus is midden in zomer. Dus kalveren die op het ijs dansen, vergeet het maar. En nu wordt het gewoon gezegd met Sint Jutemus. Maar eigenlijk bedoelt het dus als de kalveren op het ijs dansen. Laten we eens Sint Jutemus gaan tekenen. Want hoe zou Sint Jutemus er dan uitzien? Het moet een sint zijn, dus... Een soort Sinterklaas misschien, of een heilige, Sint Jutemus. Ja, laten we maar gewoon gaan tekenen. Doe je mee? Ja, het is vandaag Sint Jutemus. Hoe gaan we dat nou tekenen? Sint Jutemus bestaat niet. De eigenlijke uitdrukking is met Sint Jutemus als de kalver op het ijs dansen. Ja, en in de zomer ligt er geen ijs, dus ja, kan het eigenlijk niet. Nu staat er hier vlakbij in Breda een beeldje van Sint Jutemus. Ja, het is een beetje een clownesk figuur. Ik kan wel even tekenen. En ja, of die dan, of dat hem dan is, of die er dan zo uitziet. Vandaag vieren we inderdaad Sint Jutemus dan, laten we dat maar zeggen. Dus ja, als je Sint Jutemus wil vieren, dan moet je het vandaag doen, want vandaag is het dus officieel Sint Jutemus. Dus je kan wel zeggen nooit, maar dat is dan niet helemaal waar. Dan heeft hij nog een gekke muts op. Zo. Ja, dan. Hele grote handen heeft hij. Zo. En ja, het beeldje in wat in Breda staat heeft met carnaval te maken volgens mij. En wat precies weet ik ook niet. Maar ik weet in ieder geval dat daar een beeldje van Sint Jutemus staat. En ja, aangezien we niet weten hoe Sint Jutemus eruit uitziet. Want in het echt bestaat er geen heilige die Sint Jutemus heet. Nou, natuurlijk het beste dat beeldje zo natekenen. Nou, zo ziet ongeveer dat beeldje eruit. Je kan hem zelf ook opzoeken op de Wikipedia. Het beeldje van Sint Jutemus. Nou, heeft hij van die bolle wangetjes. Zo. Ik zie eigenlijk niet 1, 2, 3 oren. Laten we dan ook nog wel leuke oren aanzetten. Anders is het ook zo zielig voor Sint Jutemus. Ja, misschien moet je ook eens vandaag iets tekenen wat niet bestaat. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.